Een van de middelen die kunnen helpen, dat is een zeer goede act neerzetten in Oslo. PR Gartner heeft al laten weten dat het iets zeer bijzonders wordt met levende mannetjes op een pyramid of zo. Klopt dat? Ja, dat werd wel verteld. Ik weet er zelf nog niks vanaf, moet ik eerlijk zeggen. Want niks is nog definitief. We hebben allemaal heel veel ideeën, maar we moeten wel allemaal op een middelpunt komen dat we allemaal tevreden zijn. Niks is definitief. Maar we zijn er wel heel, heel druk mee bezig om een hele bijzondere act neer te zetten. Maar die levende mannetjes blijft een optie? Een optie, ja. Eén iemand had een idee, maar anderen hadden weer zoiets van nee, het moet iets anders zijn, dus niks is zeker. En hoe zit het met het denkspoor om vader Abraham, eigenlijk zijn eigen aanbod als vader Abraham, dus te laten draaien aan het pyramid? Ja, wie weet. We gaan, als het goed is, gaan we wel door Oslo heen toeren om het liedje te promoten. En dus wie weet dat Pierre Gartner dan meeloopt en aan het orgel gaat draaien. Maar niet op het Songfestivalpodium? Niet op het Songfestivalpodium, nee. Want we weten nog niet of het orgel wel op het podium kan staan. Omdat we zitten te wachten op de regie in Oslo. Omdat er maximaal 500 kilo op het podium mag staan. En ja, het orgel dat weegt wel wat meer. Dus we moeten nog iets bedenken dat het orgel mee kan. Maar we gaan wel ons uiterste best doen. Wie gaat er met jou uiteindelijk wel mee op het podium staan? Uiteraard mijn achtergrondzangeressen. Er komen 3 achtergrondzangeressen. Ook weer op het podium stonden op het Nationaal Songfestival. En dan eventueel nog een paar dansers? Ja, wie weet. Ja, we zijn nog even allemaal aan het brainstormen wat we nou precies kunnen doen om een goede act neer te zetten. En een bijzondere act die niemand vergeet. Dus we zijn nog even aan het brainstormen en dan komen we vanzelf wel op een goede weg. Die 500 kilo, dat slaat toch alleen maar op de attributen op het podium, niet op de mensen die erop staan om te zingen, hoop ik. Nee, denk het niet. Je zegt het zelf, eventueel kunnen jullie in Oslo de act met het draaiorgel gaan doen. Pierre Gartner droomde er eigenlijk van om dat in gans Europa te gaan doen, of tenminste in een aantal steden. Is dat iets wat overwogen werd? Ja, dat kan zijn, want we gaan, ja, wat ik net zei, we gaan wel door Oslo toeren om het liedje natuurlijk te promoten. Dus we gaan wel op de straten met, ja, ik denk wel het draaiorgel gaan we rondtoeren. Dus ik denk dat Pierre Gartner daar zeker van de partij bij is. Okay. Staan er nog andere evenementen te gebeuren, een Nederlands feestje of zo? In Oslo bedoel je? Ja, er wordt wel een Nederlands feestje georganiseerd. En uiteraard is België daar denk ik ook wel bij. Tenminste, die worden wel uitgenodigd. Dus ik hoop dat ze erbij zijn. Maar er wordt wel een feestje georganiseerd. En waar en wanneer? Dat weet ik zelf nog niet precies. Dat zijn we nog aan het bedenken waar een goede plek is. Okay, eventueel de ambassade? Ja, dat is een hele mooie plek. Dus we weten nog niet precies waar en wanneer.